leest nu een boek van Hilary Mantel over de Franse Revolutie. Dat is al 700 pagina's, als ik het wel heb. En ik moet voor het tijdschrift Maarten natuurlijk elke maand een min of meer verantwoord essay schrijven. En dan moet ik mij dus afvragen, waar gaat dat over? Soms biedt het onderwerp zich vanzelfsprekend aan. Dat heb ik ook uit de tijd van dat ik columns schreef. Dat je hebt weken dat je... Je hebt 30 ideeën voor een column. Het is een embarras du choix. Je weet niet wat je kiezen moet, bij wijze van spreken. En 2 weken later denk je... Jezus, waar zal ik het eens over hebben? Wat? Ik kan toch niet nog eens een keer dit of over dat schrijven? Dat is een hele wonderlijke zaak eigenlijk. Dat zo onregelmatig in je hersens in elkaar zit. Wat je wel vaak merkt als je dan iets gaat lezen... en je gaat even aan iets anders denken... kom je vanzelf weer op ideeën. Ja, nou ja, ik zie natuurlijk wel allerlei boeken... met name in de Verenigde Staten die verschijnen... waarvan ik dan denk van... goh, dat zou eigenlijk heel aardig zijn. Hmm. De Verenigde Staten heeft toch een immense productie van... laat maar zeggen... boeken over recente historische processen. Hmm. Dat is bijvoorbeeld naar mijn idee in Nederland toch een stuk minder. Die ook nog de moeite waard zijn. Ja, die waar bovendien wat grotere problemen in worden aangesneden. Hoe komen we eigenlijk aan de grote problemen waar we nu mee worstelen? Wat hebben we in het verleden verkeerd gedaan? Ja. Of wat was onvermijdelijk? Dat kun je tegelijkertijd stellen. Ja. Nou, het ging net op de radio over dat wetenschappers zich niet meer zo duidelijk durven uit te spreken in onderzoeken. Omdat ze bang zijn dat hun kop eraf gaat. Is dat echt zo? Dat zou wel een heel diep treurige zaak zijn. Hadden ja, daar ging Kelder ze daar over. Overtuigend bewijsmateriaal voor. Hij interviewde iemand ik ben nu 15 jaar met pensioen. Dus in die zin ben ik niet meer een geïnformeerde spreker. Maar ik heb zoiets nooit meegemaakt. Maar misschien zijn dat andere wetenschappen dan de historische wetenschap. Nou ja, er werd gezegd van ze kiezen allemaal voor veilige onderzoeken. Want in de media word je anders helemaal afgemaakt als je iets controversieels aanstipt. Is dat echt zo? Nou, daar ging de discussie over. Dan wil ik wel eens wat bewijsmateriaal zien. Het werd wel tegengesproken hoor, door zo'n professor die te gast was. Dus, Omdat ja, dit woord, als ik het zo, althans zoals jij het formuleert, dat is een beetje uit de losse pols. Die wetenschappers gaan meteen de kop. Ik wil het eerst bewezen zien voordat ik het geloof. Ja, dat is ook heel goed. Dat is heel goed.